De Surinaamse bierbrouwerij heeft vanmorgen haar nieuwste product gelanceerd. Namelijk een non-alcoholische variant van de Parbo Rattler. De lancering vond plaats op het terras van het Courtyard by Marriott Hotel. Volgens Earl Vrijmersum, marketingmanager van de Surinaamse bierbrouwerij, heeft de Rattler 0,0 dezelfde verfrissende smaak als de Parbo Rattler 2%. De bierbrouwerij is volgens Vrijmersum als toonaangevend bedrijf constant bezig met innovaties en vernieuwingen. Parbo Rattler is sinds 2016 het bewezen succes. Met Rattler 0,0 is er een nieuwe doelgroep toegevoegd aan de biercategorie, zegt Vrijmersum. Onze masterbrewers die staan daarvoor garant. Er is een heleboel werk hieraan vooraf gegaan. Verschillende afdelingen hebben keihard aan dit moment gewerkt. En zij staan daarvoor garant, wij staan daarvoor garant. We hebben de 2.0 versie, we hebben onze reguliere Parbo regular in de markt, we hebben de chiller. Maar Rattler 0.0 is ons nieuw product wat wij lanceren in het kader van onze innovatieve approach. En wij hopen dus daarmee dat wij een groot deel van onze consumenten ook een heel goede drank aanbieden waarvan zij kunnen genieten op elk moment van de dag. Vrijmersum zegt verder dat het bedrijf bouwt op het succes van zijn producten. Daarom nu de non-alcoholische variant van Parbo Rattler. Met het doel meer consumenten te kunnen bedienen. Rattler 0.0 is nog steeds een heerlijk biertje. Wij zeggen nog steeds het is 18+, omdat je minderjarigen, je gaat hun niet het onderscheidingsvermogen opdragen, omdat we al een 2.0 versie hebben. Maar het is inderdaad een heerlijk biertje, moet je zo koud mogelijk drinken. En het is ook nog gebrouwen met natuurlijke vruchtensap. Dus het is fantastisch en we zijn blij om te horen dus dat de campagne heeft gewerkt en dat men nu weet waar het over gaat en dat men het gaat proberen. En ervan gaat genieten. En u zegt limoen en kers, komt gember er nog bij? We zijn met verschillende zaken bezig op dit moment. Zeker zullen wij in de komende tijd nog meer innovaties in de Surinaamse markt neerzetten. En op basis van onderzoeken, ik kan u vertellen dat limoen 80% wereldwijd is van de Rattler categorie. Earl Vrijmersum, marketingmanager van de Surinaamse bierbrouwerij. Hij sprak vanmorgen na de lancering van het nieuwste product, de Parbo Rattler 0.0, de non-alcoholische variant. De lancering vond plaats op het terras van Courtyard by Marriott.